super leuk dat je kijkt. Welkom weer op mijn YouTube kanaal. Ik ben Boeska en vandaag gaan we weer naar een leuk vintage winkeltje hier in Amsterdam-West. Even snel filmen wat ik aan heb. Ik heb de Kani broek aan die ik bij Woe Vintage heb gekocht. Dat is een paar video's terug, dus ik zal hem hierboven ook even linken. Dan kan je hem even bekijken. Een heel leuk winkeltje in Amsterdam-Oost. En omdat ik het zonnetje een beetje vandaag miste, dacht ik, laat ik mijn eigen zonnetje maar zijn. En ik heb hem gecombineerd met een t-shirt. Heb ik gekocht op Ibiza van een kunstenaar die het zelf maakt. Hij maakt zelf de printjes. En het shirtje is 100% organic cotton. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Laat ik mijn eigen zonnetje maar zijn vandaag. Dus ik zie je zo in het winkeltje. Doeg! Daar gaan we heen. Die hebben echt veel lekkere stofjes ook echt. En mooie spulletjes. Ja, precies. Ja, dat zie je. Dat voel je ook echt. Is ook een mooier deze. Ik heb de Escada blazer eruit gehaald om te passen. In de, ja, ik denk dat het een lila kleur is. Ook heel leuk met dat geel, moet je kijken. De kleur is echt heel leuk. Heel mooi, mooi stofje. Maar ik heb iets met blazers, hè. Ik haal de hele tijd blazers eruit. Oh, kijk nou, hoe cute is deze. Heb je allemaal mooie, ja, nachtjapons en slipdresses hangen. Die leuke details erop, met hartjes erop, kijk nou. Ik zou dit thuis en gewoon buiten dragen als een soort van, ja, een soort van coat. Ik vind het wel lachen, mooie kleuren, man. Alleen niet echt voor de zomer nu, maar ik vind het wel echt heel mooi, die kleuren en patroon. Ik zou hier wel een riempje om doen. Maar het is echt super mooi, die mouwtjes. Hoe mooi is dit? Kijk, die mooie details erop. Ik kan hem dicht doen, maar ik zou hem gewoon zo ook dragen. Oh. Een feestje. Het is toch een feestje. Kijk nou, hij valt ook zo mooi aan de achterkant.
Zo'n mooi vestje dit. Wauw. Zo'n soort jurk heb ik eerder gezien. Volgens mij heb ik deze bij de Vintage Department Store gezien. Maar dan net anders. Maar wel echt dezelfde kleuren. Wat grappig. Ja, heel mooi. Niet voor de zomer, maar wel echt een hele mooie jurk. Oh, jullie hebben echt zoveel mooie unieke stukken. Ik blijf kijken. Echt heel veel moois. Ja, echt heel veel moois. Ja, kleurrijk en die mooie stoffen. Ja, het is gewoon lekker om even... Ja, nee, je browst niet even 5 minuten. Nee, dat is echt te kort. Niet voor nu, daar is het te dik voor, maar dit is wel een heel leuk jasje. Kijk, als je een statement piece wilt. Helaas niet hier. Dan moeten de knoopjes aan de achterkant moeten dicht. Maar hier zeg maar past die niet, helaas. Echt jammer, kijk dit dan. Zo mooi. Dus, mocht je in de buurt zijn, in Amsterdam-West, en je biedt hier iets minder, dan zou ik hem komen halen. Want hij is fantastisch. Deze nog passen, 100% zijde. Super zacht, cropped, dus heel leuk met high-waisted jeans kan je hem dragen. En hier zit hij wel, kan hij een beetje openvallen, maar dan zou ik denk ik een knoopje laten zetten, dat hij gewoon dicht blijft. Kijk hoor, even het beeld even aanpassen, want je ziet de kleuren anders niet zo goed. Ja, kijk. En ik vraag me af of je hem misschien ook andersom zou kunnen dragen. Ga ik even kijken of dat lukt. Kijk, je zou hem dus ook achterstevoren kunnen dragen. En dan heb je de opening. Oeh, even kijken, proberen. Aan de achterkant. Dat is ook wel heel leuk. Dan kan je hem op 2 manieren dragen. Heel leuk. Mooie kleuren. Ja, super leuk truitje, maar... Kijk, dit zit niet goed. Dat betekent dat mijn borsten er niet in passen. Dus hij moet natuurlijk gewoon zo zitten. Anders super mooie kleur, ook met mijn gele broek. Het lijkt wel alsof vandaag alles heel goed past met mijn gele broek. Ja, hij is heel leuk, maar hij is hier dus te klein voor mij. Echt
zo'n leuk winkeltje. Ik had een beetje keuzestress. Ik vond zoveel dingen mooi. Echt heel veel dingen mooi. Je merkt echt dat er echt liefde ingestoken is. Dus echt een mooie selectie. En het is ook echt heel goed betaalbaar. Dus nou, mocht je hier willen komen, ze zitten op de Kinkerstraat. Echt op de hoek bij de Beeldendijkstraat. Daar is de Beeldendijkstraat. Kinkerstraat. En je hebt hier nog meer winkeltjes. En je kan hier lekker eten. En je kan hier achter bij de filmhallen naar de film. Dus je kan er gewoon echt een soort van Amsterdam Westmiddagje van maken. In plaats van het centrum. Als je een keertje iets anders wilt dan het centrum, dan is dit echt heel leuk. Kijk die etalage ook. Ik ga het nog één keertje laten zien. Kijk nou. Dit en dit. En dit. Ja, het is echt super mooi en gezellig. En je kan daar lekker op de hoek zitten en eten. Ja, wat is het met mij en mijn batterij die altijd leeg is? Ja, ik film denk ik gewoon hartstikke veel. En dan, ja, hij is altijd opgeladen, maar hij loopt echt heel snel leeg. Dus ik moet even checken of het wel goed gaat met mijn batterij. Maar goed, ik wilde in ieder geval de video even afsluiten. Ik vond het een superleuk winkeltje, maar dat heb je denk ik wel gemerkt. Dus ik zal alle gegevens hieronder zetten, waar ze zitten, hun Instagram, et cetera. En hun online shop zal ik ook even erbij zetten. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. En vergeet niet te abonneren en de melding aan te zetten, zodat je de volgende video niet mist. En ik zie je weer de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Ciao.